475 jaar geleden waren er mensen die het nodig vonden, en dat was een hele andere tijd dan nu, om een schutterij in het leven te roepen. Schutterijen waren toen ook bedoeld om de veiligheid van de eigen inwoners te verzorgen. Ervoor te zorgen dat hen niets kon overkomen. De tijd heeft natuurlijk zijn werk gedaan, maar een vereniging kan alleen maar 475 jaar bestaan als er ook in die jaren mensen zijn geweest die dat, wat je zou kunnen zeggen, heilig vuur hebben overgedragen aan hun opvolgers. Maar zonder al diegenen die aan het huidige bestuur en al die aan de huidige leden vooraf zijn gegaan en dat vuur hebben warm weten te houden, hadden we hier vandaag niet kunnen zijn om jullie te feliciteren. En dat doe ik ook heel graag namens het gemeentebestuur. Van harte gefeliciteerd met jullie 475 jaar bestaan. Als ik op plaatsen kom en ik heb de ambtsketen om, dan gebeurt er soms nog iets extra's. Ik mag u meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd uw vereniging, Schutterij Sint-Petrus, bij gelegenheid van het 475-jarig bestaan, de koninklijke erepenning met bijbehorende oorkonde uit te reiken. En dat wil ik heel graag gaan doen aan uw waarnemend voorzitter. En ik wil u als vereniging namens de majesteit met dat jubileum, met die mijlpaal, van ganse harte feliciteren. En ik ga hem nu aan u laten zien. En dit is de erepenning die u als vereniging door de koning is toegekend. En ik wil u daarmee van ganse harte feliciteren. Proficiat. Dankjewel. Wat moet een vereniging ervoor doen om zo'n onderscheiding te krijgen? Nou, vooral heel lang bestaan. Dit zijn onderscheidingen die pas bij meerdere honderden jaren bestaan worden toegekend door de koning. En een vereniging moet ook van onbesproken gedrag zijn. Bestuur moet van onbesproken gedrag zijn. Er wordt wel heel kritisch naar de aanvragen gekeken vooraleer de koning daar ook zijn handtekening aan wil verbinden. Ja, er wordt veel gesproken over cultureel erfgoed. Heeft zo'n medaille nog invloed op de vereniging? Of wordt er voldoende gedaan om het cultureel erfgoed in stand te houden? Nou ja, verenigingen überhaupt in Leudal hebben ze toch wel last van minder aanwas van jonge leden. Dat hoor je bij alle verenigingen. Dat is ook bij schutterijen wel het geval. Ze doen er wel alles aan om het jeugd ook te interesseren. Met name de gevestigde jeugd zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Ja. Studenten vliegen vaak weer uit als ze al een tijdje lid zijn geweest. Maar als ze zich eenmaal gesetteld hebben, dan ontstaat er wel een basis waarbij je zou kunnen zeggen van kom eens kijken bij de schutterij en doe eens mee. En als je dan net zoals ik bij vier schoten vier balletjes eraf haalt, dan stimuleert dat natuurlijk wel. En ja, ik denk wel dat het ook de vereniging uitstraling geeft door de vermelding dat de vereniging drager is van de Koninklijke Eremedaille. Op het moment dat je dat op je briefpapier zet, op je website zet, maak je wel iets duidelijk. Namelijk dat die waardering voor die vereniging er is, ook van heel hoge hand. Want dan ben ik de boodschapper van de koning en niet alleen meer de burgemeester van Leudal. En dan mag ik die pluim op de hoed steken van deze vereniging. Hoewel ze zelf allemaal mooie rode pluimen hebben. Maar dan stop ik er toch één bij met heel veel plezier. Had je dit verwacht? Nee, eigenlijk niet. Dit was voor ons een enorme verrassing. We zijn natuurlijk wel van tevoren over geïnformeerd. Maar dan als de kind steeds snel regelen dat ze met die hele vereniging die vandaag paraat kunt staan. Maar toen was wij de medegedeeld dat wij in aanmerking kwamen voor de koninklijke erepenning, vonden wij dat zoiets een geweldige eer. En zeker nu in dit jaar, wie wij 450 jaar bestaan, is dat voor nog een stimulans om te zeggen van wij als vereniging mogen daar super trots op zijn. En dat kunnen we als vereniging alleen maar waardig goed dragen. Wat betekent dit voor jou als schutterij?
Ja, voor onze chutterie is het natuurlijk, ja, zijn we er heel erg trots en gerust op dat we dit hebben mogen ontvangen. En zeker in het kader van 475 jaar bestaan. Nou, dat leidt dadelijk wel de festiviteiten in, om het zo maar te zeggen. Ja, want je hebt een hele hoop activiteiten staan dit jaar. Wat gaat je allemaal doen? Nou, we hebben laatste weekend van augustus op 23, 24 en 24 augustus. Driedaags festiviteiten. Op de vrijdagavond hebben wij een orkest en we doen toch een beetje klaarmaken. Wonderbaar. Die spelen dan gratis entree. We willen er een geweldige feestavond van maken. En nu hebben we iedereen in Lodaal, natuurlijk we boeten Lodaal vooruit. En op de zaterdag hebben we het oud gerokkeld shutterfeest, zoals ze dat noemen. Dat doen we al verschillende jaren als we zelf shutterfeest hebben. En doen we op een unieke manier dat groepen, vrienden, verenigingen, kennissen, buurten, mogen de shutterie uitbeelden in de graagste zin van het woord. En het werd op bijvoorbeeld spellen die dag de shutterie wijze uitgedragen. En dat is altijd een zeer leuk en gezellige dag. S'avonds is er een absolute disco. En op de zondag organiseren wij als shutterie het laatste shutterfeest van de Middellimburgse Shuttersbond. En dan betekent dat een optocht is door het dorp. En s'avonds zijn wij ook de prijzen bekendgemaakt van het afgelopen seizoen. Dus een totaal optelling van puntje en situaties of uitslagen van het ganse jaar. En dat zijn we volop mee bezig nu. We hebben een werkgroep, hoe ik en ik zelf ook in zitten. Werkgroep 44 jaar bestaan en we zijn al lang bezig om door met op alle plaatsen de vormen te geven. En dat werd gedragen in de hele vereniging. Daar zijn we heel blij mee. Wat denk je dat deze medaille gaat betekenen voor u als vereniging? Qua, voor het aantal leden, voor, op angervlak? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat is nog te vreugd. Ja. Ik denk dat ik hoop dat het heel veel uitdraagt, dat het zo zeggen. Zeker voor de aanwas van leden. Ik zelf ben al 40 jaar lid, Hugus heb minder lang lid, maar ook al jaren lid. En we zijn altijd op zoek naar jeugd om. We zijn 44 jaar bestaan bij dit jaar. We hopen dat er nog 40 jaar bij, zeker nog meer bij mogen komen. Maar we hebben graag nog minstens jongens en nog meisjes nodig om dat met verder vorm te geven. Want ook binnen onze vereniging is het de leeftijdscategorie van de ouderen toch een toenemen. En de jeugd, we hebben er wel een hoop. Maar ik denk dat we op zoek moeten nog meer mensen. En misschien dat deze erepenning, de koninklijke erepenning, ons dan nog meer een ander beeld kan geven in de gemeenschap Rogel.